in de wereld van. In de wereld van. Games. Ja, zeker. En ze zijn er weer vandaag. Tjeerd en Florian, goedenavond. 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 En jullie zijn zo bijzonder vrolijk vandaag, hè, jongens. Ja. Ja. Het zijn gouden tijden. Hoe komt dat? Ja, we hebben vandaag een WK-lied uitgebracht. En ik kan niet anders zeggen dat die geniaal is. Ja, inclusief clip. Gaat het zien, maar mensen. Dit is al, want ongeveer, ik denk 3-4 weken geleden heb je hem live gedaan bij ons toen, Tjeerd. Ja, ja, ja. En sindsdien heb ik alleen nog maar van jou gehoord, hij is geniaal. Maar hij is ook geniaal. Ja, je moet het ook niet overcellen of zo. Je kan er wel meer woorden aan kwijt. Maar er is ook een officiële clip van, hè. Als je via de stream nu meekijkt, kan je een gedeelte ervan zien. Het is echt... Nou, je hebt er echt tijd in gestoken, jullie allemaal. Ja, ja, joh. We hebben de afgelopen 3 weken alleen maar in de studio gezeten. We hebben geen enkele game meer aangeraakt. Ja, en het resultaat, dat merk je gewoon. Dat is gewoon een meesterwerkje. Ja, en ik heb ooit iets beloofd. Ja. Dus, want toen jij zei op een gegeven moment, we gaan een WK-hit uitbrengen. Ik was het alweer vergeten. Maar ik heb blijkbaar ooit geroepen. Nou, zeg het zelf maar. Ja, jij zei. Ja, dan... en wanneer is die af? Ik zei van nou, dan en dan. Dat heb ik niet waargemaakt, oké. Okay. Ja. Toen zei ik van, moet je hem wel gaan draaien? Ja, 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 dat komt wel goed, zei je toen. Ja. En net zei je van, ja, ja, ja. We zijn toch wel slim fam. Krijgen we ruzie met de baas. Oké. Wat je beloofd hebt, moet je doen. We gaan hem zo meteen geheel draaien. Is goed. Oké. Okay. Ander game nieuws. Ja, nee, het is echt gekkenhuis in Gameland. Want vrijdag gaan we naar E3, hè? Ja, ja. De fucking E3. Het is zo leuk. Dit is de grootste gameconventie van de hele wereld in L.A. En dan zijn we dan met 6 man sterk. En dan gaan we alle nieuwe games gaan we bekijken en dat soort shit. En afgelopen week, nou echt, alles staat op zijn kop. Want elke ontwikkelaar ze tuimelen over elkaar heen om de games aan te kondigen. Om toch een beetje die extra aandacht te pakken. Hè? Ja. Net voor de E3. Want op het moment dat je op de E3 iets aankondigt, ja, dan heb je wel veel aandacht. Maar als je daarvoor doet, dan heb je net even... Net nog meer aandacht. Net dat momentum. Zo hebben ze Battlefield Hardline is aangekondigd. Een nieuwe Battlefield. Okay. En dat draait helemaal om politie. Oké, okay, dat vind ik wel vet. Ja. Wat kan je doen in die game? Nou, je bent dus een politieagent. En er is al wat gameplay beelden zijn gelekt. Ik weet niet zeker of dat helemaal legit is. Want het ziet er wel heel erg uit als Battlefield 4. Je zit op een politiemotor. Je zit in een politiehelikopter. Je ziet allemaal politiewagens en zo. Het is een beetje een urban setting dan waarschijnlijk. En verder is er nog niet heel veel over bekend. Maar een politiesetting, het is gewaagd. Maar ook wel weer een soort van... Nou, ik moet zeggen, maar, volgens mij heeft het wel iets, toch? Het is anders. Ik vind het wel leuk, ja. Ja. En wat nog meer? Wat is nog meer aangekondigd? Nou, bijvoorbeeld Mortal Kombat 10. Ja. En ze hebben er al afgelopen week al heel veel een beetje over geteased en zo. Maar volgens mij gisteren was het, hebben ze hem echt aangekondigd. Ja, gisteren hebben ze hem officieel aangekondigd inderdaad. En ze hebben meteen een teaser trailer gedropt. Die moet je echt even gaan checken op internet. Het ziet er zo super vet uit. En het is, Mortal Kombat kennen we allemaal wel een beetje van de super grove fighting moves. Weet je wel, koppen eraf rukken, dat soort dingen. En ik kan je melden, het zit er weer vol in, echt. Dus het is echt heerlijk grof, heerlijk over de top. Ik zit er heel erg op te wachten, super cool. Ja. Hey, en die worden dan, dus op die E3, die zijn er nu aangekondigd, op de E3 komt aan. Hoe lang duurt die E3 eigenlijk? Nou, hij begint officieel dinsdag, volgende week dinsdag. En dan duurt die 3 dagen. En daarvoor hebben we al een persconferentie op maandag. Ja. Dat is dan van Microsoft en van Sony en van Ubisoft en van EA. En die hebben dan een soort van eigen momentje voor de beurs. En dan de beurs die gaat dan open. Dat is dan een beursvloer. En dan kan je naar alle... Achter de schermen heb je dan afspraken met ontwikkelaars. En dan praat je over nieuwe games. Krijg je presentaties te zien. Dat is echt wel heel tof, hoor. Echt. Ik begrijp het heel goed. Ik heb het ook al eerder wel eens van gezien. Maar nog één keer. Stel, je zit nu te luisteren en je denkt E3. Ja, heel leuk. Tjeerd, vertel eens één keer. Waarom is het nou echt het Walhalla? Want ik hoor jullie er echt al wekenlang over praten. Kan je het eens in één proberen uit te leggen van daarom is dat het ding voor ons? Je zou het een beetje kunnen vergelijken als je... Bij voetbal heb je bijvoorbeeld een transferperiode. Mm-hmm. En over een gehele lange periode dan gebeurt er van alles in voetballand. Ja. Stel je voor dat al dat nieuws in 3 dagen zou uitkomen, dan heb je echt een soort van wow, en vandaag, wat is er vandaag weer aangekondigd? En wat gebeurt er vandaag weer? En dat is zo vet, omdat alles wat in de komende jaar of jaren, wat er uitkomt op gamesgebied, dat gaan we zien volgende week. En daarom is het zo vet. Zodat je een kijkje kunt nemen wat we in de toekomst kunnen gaan spelen. En dat is, dat vind ik echt het leuke eraan. Ja, absoluut.
En we gaan ook met jullie bellen live vanuit, want jullie zijn daar dan. Dus dan doen we even een verbinding dat we live daar het laatste nieuws meekrijgen. Ja. Dus dat hoor je hier dan op Slam FM. Live het laatste nieuws van jullie, met wie we dan ook gaan bellen. Maar dat wordt in ieder geval heel erg vet. Het is ook nog gewoon tijd om een game te reviewen. Dat is vandaag, ik vind vet, Mario Kart. Ja, ja. Wie is er niet groot mee geworden? Joep? Ik, absoluut. Nee, ja, dat was toch het spel. Ja, tuurlijk ben ik ermee groot geworden. Ja, en dat geldt eigenlijk voor heel veel mensen. Hè? Ja. Vroeger, mensen die een Nintendo hadden of een vriendje die een Nintendo hadden, die hebben het allemaal wel gespeeld. Ja. Ja. En het was eigenlijk ook een beetje de hoop, hè, van Nintendo. Dat de Wii U eigenlijk een platform, een gameconsole die niet echt heel erg goed draaide, om die nog een beetje een boost te geven met Mario Kart. En ja, die verkoopcijfers van de Wii U waren niet zo denderend. Ze verwachten nu dit jaar door Mario Kart onder andere en Super Smash Bros. Die er ook aan zitten komen, om die nog 3,6 miljoen ongeveer extra bij te verkopen. Sinds de release van Mario Kart is het met 600% gestegen. Ja, maar dat is, vind ik ook niet zo heel gek. Want wat het ding is, vooral zeker met Wii U, is meer gezelschap. Heb ik altijd het idee dat je dat meer altijd wel met meerdere speelt. Ja. En zeker Mario Kart, dat ga je met een groep van met een grote groep zitten spelen en gewoon lekker doen. Ja. Maar hoe is die anders, deze Mario Kart? Wat is? Jij kent natuurlijk wel op het moment dat je eerste staat in Mario Kart. En er is altijd wel zo'n klootzak die achteraan zit en die pakt het blauwe schildje. Ja, klopt, ja. En wat doet het blauwe schildje? Die gaat langs iedereen om de nummer 1 te naaien. Ja. Is een anus. Ja. Echt, dat is zo kut. Ja. Want je doet echt zoveel je moeite om die nummer 1 positie te veroveren. En dan door één druk op de knop, door eens zo'n gladjak erachterin. Dat heeft jou altijd heel diep gezeten. Nou, echt verschrikkelijk. Maar daardoor is al de moeite, pijn en moeite en al die skills die je te toon hebt gespreid om daar te komen, die worden allemaal niet gedaan. Hij heeft een hele slechte jeugd gehad, volgens mij. Nou, dat valt wel mee. Dat valt niet. Maar ik heb het idee dat dat er nu uit is. Nee, hij is er niet uit. Nee. Maar er is wel een soort van counterwapen bedacht. Ja. Namelijk de superhorn. Dat is een supertoeter. En op het moment dat je die hebt en het blauwe schildje komt eraan, je drukt op het juiste moment op de knop. Ja. Dan is hij weg. Dan heb je geen blauw schildje. Ben je niet naar de tering. Eindelijk, echt. En dat is denk ik misschien wel de grootste verandering van Mario Kart. Wauw, daar hebben ze al die jaren op gezeten, die makers. Ja, zeker. Nou, maar dat is wel het verschil tussen geluk en skills. En ik denk dat heel veel Mario Kart spelers hier heel erg blij mee zullen zijn. En voor de rest is het gewoon lekker old school. Wat er nog wel nieuw in is, je hebt nog wel andere nieuwe wapens, zoals zo'n bloem, weet je wel, zo'n vleesetende plant. Ja, ja. Die normaal moet je er echt voor oppassen, maar nu kan je hem voor je karretje spannen. Oh. En dan eet hij gewoon eet hij je tegenstanders op. En dan heb je nog een boemerangplant, nou, dat soort dingen. En je hebt nu anti-gravity levels. Dus dan kan je over de kop kun je rijden en dat soort dingen. Dus ze proberen toch even die vernieuwing erin te gooien. En oude race maps, hoe noemt dat? Ja, tracks. Tracks, zitten er natuurlijk ook nog steeds in. Er zijn er een paar nieuwe toegevoegd. Ja, je hebt nog steeds gewoon de rainbow aan het eind. Er zitten een paar inderdaad de beste tracks van de oude Mario Kart games. Die hebben ze dan een soort van geremasterd en hier weer ingestopt. Okay. Dus er zijn bijvoorbeeld een aantal Nintendo 64 tracks en van de Super NES en GameCube. Ja. Goed, en goede game dus. Ja, het is superleuk. Echt een goede game. En het is, het is gewoon heel erg leuk om met vrienden op de bank te spelen eigenlijk. Ja. En het leuke is, daar zijn er de laatste tijd niet zoveel van. Echt co-op games om op de bank samen met je vrienden te spelen. Nee. En dat blijft toch altijd wel het vetst. Weet je, dat hele online gebeuren, dat is cool, dat kan. Maar inderdaad, met een paar gasten op de bank. Bier, dat is gewoon lekker gamen. Ja. Kan met Mario Kart en we gaan hem weggeven. Ja, zeker. Daar hoort natuurlijk altijd weer een vraag bij. Ik ben heel benieuwd. Ja, nou, dat blauwe schildje is dus echt een klootzak. Maar wat is die power-up die hem ongedaan maakt? Ik heb het net gezegd. We hebben wel iemand hangen. Goedenavond. Goedenavond. Met wie hebben wij het genoeg hier? Jullie hebben genoegen met Jasper. Jasper, goedenavond. Jasper. Met een E. Mijn excuses. Geef niks. nou, vertel, hoe heet die power-up? De Superhorn. Dat is goed. Ja. Gefeliciteerd man, jij bent Mario Kart. De nieuwste Mario Kart komt jouw kant op. Ja, dankjewel man. En blijf hangen. Ja, dat zal ik doen. En mannen, jullie heel veel succes met jullie promo rond alle grote stadions in Nederland met de WK-hit. Gaat zeker lukken. Komt goed. En wij spreken jullie volgende week in de Verenigde Staten. Vanuit LA. Vanuit LA, live de Game Room hier op Slam FM. Later.